Julian Leeveld, hoe is het om matchwinner te zijn na deze zwaar bevochten overwinning? Ja, het is natuurlijk leuk, maar het lekkerste is wel de 3 punten. Maar het is natuurlijk wel leuk om een goal te maken. Ja, want wat gebeurde er eigenlijk bij de goal? Vond je het buitenspel? Nee, volgens mij was het echt geen buitenspel. Ik snap wel dat het zo leek omdat ik echt helemaal vrij was. Maar ja, als het wel buitenspel was, dan was het niet zo slim van mezelf omdat ik tijd had om positie te kiezen. Maar volgens mij was het echt geen buitenspel. Daarvoor had de Graafschap het wel vrij lastig. Wat vond je eigenlijk voor wedstrijd? Ik denk eerste helft was het gewoon van beide kanten niet goed. Na de rust komen we eigenlijk heel slecht uit de rust, wat we net ook zeggen. Maar ik denk dat we daarna goed als team bij elkaar bleven en niet de kop lieten hangen. En dat we daarna eigenlijk iets beter gingen spelen. En ik vond ook niet dat we terecht op achterstand stonden eigenlijk. En die 1-1 was een goede aanval, de 2-1 wat gelukkig. Maar dan is het alle hens aan dek nog af en toe, maar de punten zijn binnen. Ja, want wat ging er eigenlijk mis bij de openingsgoal? Ja, we proberen ze altijd aan één kant te houden, de tegenstander. En de linksback die opent hem naar de andere kant. En dan weet je dat daar ruimte is. En dan gaat hun rechtsback loopt binnen door. Die krijgt hem goed mee. Is ook wel, ik moet eerlijk zeggen, een goede aanval van hun. Maar wij moeten zorgen dat ze nooit van kant kunnen wisselen. En zeker niet met een lage paas. Dat moet gewoon niet kunnen. En daar moeten we wel even naar kijken. Ja. Hoe lekker is het om dan alsnog een wedstrijd naar je toe te trekken? Ja, ik denk dat we daar wel trots op kunnen zijn hoe we de veerkracht hebben getoond vanavond. Omdat het eerste helft is niet goed, dan begin je echt dramatisch. En dan laat je de kop niet hangen en dan blijf je bij elkaar. En dan blijf je strijden en dan zie je wat er kan gebeuren. Ja, jullie hebben nu de aansluiting gevonden met de top. In hoeverre kijken jullie eigenlijk naar de rest van de ploeg om je heen? Ja, je zou liegen als je zegt dat je er helemaal nooit naar kijkt. Maar het is niet zo dat ik dag en nacht naar de stand kijk. Zijn jullie volgende week alleen op kop? Want jullie deden nu de koppositie met Excelsior. Ja, het zou kunnen. Volgens mij kan iemand er nog overheen, toch? Volendam, volgens mij. Die hebben nu een wedstrijd minder, dus we zien het wel.